Het is zo mooi weer vandaag. Het is echt prachtig buiten. Perfect voor een picknick, vind je niet? Ik hou van picknicken. Waar moeten we heen? Wat dacht je van het park aan het meer? Klinkt als een geweldig idee. Moeten we broodjes meenemen of iets anders? Broodjes klinken heerlijk en makkelijk in te pakken. Dan maak ik sandwiches met ham en kaas. Geweldig, ik neem wat fruit mee als toetje. Wat is je favoriete fruit? Ik hou echt van aardbeien en watermeloen. Klinkt verfrissend. Ik neem ook wat koude dranken mee. Limonade zou perfect zijn voor een picknick. Dan zorg ik ervoor dat ik limonade meeneem. Hoe laat moeten we elkaar ontmoeten in het park? Laten we elkaar om 12 uur ontmoeten. Is dat goed? Twaalf uur werkt voor mij. Tot dan. Tot ziens in het park. Ik kijk er naar uit. Ik ook. Nog een fijne ochtend tot dan. Hé hey Anna, heb je een goede morgen gehad? Ja, het was behoorlijk productief. Hoe zit het met jou? Ik had een drukke ochtend op het werk, maar over het algemeen ging het goed. Dat is goed om te horen. Dus, hoe was je weekend? Het was fantastisch. Ik ging wandelen in de bergen. Oh, ik hou van wandelen. Welke route heb je genomen? Ik heb een nieuw pad verkend, genaamd Pine Ridge Trail. De uitzichten waren adembenemend. Ik moet het eens proberen. Heb je interessante dieren in het wild? Ik zag een hertenfamilie grazen op een open plek. Het was magisch. Wauw, dat klinkt geweldig. Ik ben blij dat je een geweldige tijd hebt gehad. Bedankt. Hoe zit het met jou? Hoe was jouw weekend? Het was ontspannend. Ik heb tijd besteed aan het lezen van mijn favoriete boek. Welk boek ben je momenteel aan het lezen? Het heet De Alchemist van Paolo Quallo: het is heel inspirerend. Ik heb geweldige dingen over dat boek gehoord. Ik zou het eens moeten lezen. Zeker, het is een prachtig verhaal met zinvolle lessen. Ik zal het aan mijn leeslijst toevoegen. Bedankt voor de aanbeveling. Je bent van harte welkom, dus heb je plannen voor het komende weekend. Ik denk erover om met een paar vrienden naar een concert te gaan. Hoe zit het met jou? Misschien bezoek ik een kunsttentoonstelling in het centrum. Ik vind het leuk om verschillende vormen van kunst te ontdekken. Dat klinkt fascinerend. Kunst kan zo inspirerend en tot nadenken stemmend zijn. Absoluut. Het is een geweldige manier om jezelf te uiten en creativiteit te waarderen. Daar ben ik het helemaal mee eens. We zouden eens samen naar een kunstgalerie moeten gaan. Dat zou heerlijk zijn. Ik deel die ervaring graag met je. Geweldig. Laten we het dan plannen voor volgend weekend. Klinkt als een plan. Ik kijk er naar uit. Ik ook. Het is altijd leuk om samen met jou nieuwe dingen te ontdekken. Zo ook, John. We vormen een geweldig team. Ik ben blij dat je dat denkt. Je brengt zoveel vreugde in mijn leven. En jij brengt geluk in de mijne. Ik ben je dankbaar. Zo ook, Anna. Je betekent veel voor me. Dat is zo lief. Je maakt me aan het blozen. Nou, het is de waarheid. Je bent in elk opzicht geweldig. Bedankt, John. Je bent zelf ook behoorlijk geweldig. Zullen we dit gesprek voortzetten tijdens het diner vanavond? Dat zou ik graag willen. Het diner klinkt perfect. Tot vanavond. Tot vanavond, Anna. Kan niet wachten om je mooie glimlach te zien. Je weet altijd hoe je me moet laten blozen. Tot snel, John. Hi hey Anna, hoe was jouw dag vandaag? Het was een beetje hectisch, maar het is me gelukt. Hoe zit het met de jouwe? Het was ook druk, maar ik ben blij dat het eindelijk weekend is. Ik ook. Ik kan wel wat ontspanning gebruiken. Heb je plannen? Ik was van plan om morgen naar het strand te gaan. Wil je meedoen? Dat klinkt geweldig. Ik breng graag tijd door aan zee. Geweldig. We kunnen picknicken en een lange wandeling maken langs de kust. Reken maar op me. Ik breng wat snacks en zonnebrandcreme mee. Perfect. Ik neem een parasol en wat strandlakens mee. Het wordt zo leuk. Ik kan niet wachten. Ik ook niet. Ik geniet altijd van onze tijd samen. Zo ook, John. Je maakt alles nog specialer. Je bent te aardig, Anna. Je haalt het beste in mij naar boven. En je haalt ook het beste in mij naar boven, John. Zullen we elkaar rond 11 uur ochtends op het strand ontmoeten? Klinkt als een plan. Ik ben er precies op tijd. Uitstekend. Het wordt zeker een memorabele dag. Ik twijfel er niet aan. Tot morgen, John. Tot morgen, Anna. Zorg voor een goede nachtrust. Jij ook, John. Fijne dromen en tot snel. Hij, hey, Anna. Hoe is je week tot nu toe verlopen? Het is nogal druk geweest, maar het lukt me wel. Hoe zit het met jou? Ik heb ook veel op mijn bord gehad, maar ik blijf erbij. Dat is goed om te horen. Dus, heb je gehoord over het nieuwe restaurant in de stad? Nee, heb ik niet. Hoe heet dat? Het heet Culinary Delights. Ik heb er goede recensies over gehoord. Dat klinkt intrigerend. Misschien moeten we het eens proberen. Ik wilde net hetzelfde voorstellen. Laten we deze vrijdag gaan. Perfect. Ik zal een reservering voor ons maken. Hoe laat werkt voor jou? Rond 19 uur zou ideaal zijn. Werkt dat voor jou? Absoluut. Ik boek de tafel voor 2 om 19 uur. Kan niet wachten. Ik ook niet. Het zal voor ons allebei een leuke afwisseling zijn. Ik kijk er naar uit om hun kenmerkende gerechten te proberen. Hier ook. Ik heb gehoord dat hun desserts uitzonderlijk zijn. We zullen dan zeker ruimte moeten vrijmaken voor het toetje. Akkoord. Ik ben een zoete kou, dus ik ben er enthousiast over. Dan is het geregeld. Vrijdagavond om 19 uur is het zover. Klinkt als een plan. Ik kijk er nu al naar uit. Ik ook, Anna. Het wordt een heerlijke avond met jou. Zo ook, John. Je maakt alles altijd leuker. Bedankt, Anna. Ik voel hetzelfde voor jou. Tot vrijdag, John. Nog een fijne rest van de week. Tot vrijdag, Anna. Wees voorzichtig en tot snel. Tot ziens, John. Wees voorzichtig en tot vrijdagavond. Hi hey Anna, hoe was jouw dag vandaag? Het was een beetje uitdagend, maar het is me gelukt. Hoe zit het met de jouwe? Het was goed, niet zo spannend, maar ik mag niet klagen. Ik begrijp het. Soms kan een rustige dag ook leuk zijn. Zeker, dus ik was aan het denken: wil je dit weekend gaan wandelen? Dat klinkt als een geweldig idee. Ik breng graag tijd door in de natuur. Geweldig. Er is een prachtig pad dat ik altijd al wilde verkennen. Ik ben altijd in voor een avontuur. Welke route is het? Het heet Sunrise Peak Trail. Het staat bekend om zijn adembenemende uitzichten. Dat klinkt geweldig. Ik kan niet wachten om het zelf te zien. We kunnen wat snacks inpakken en er een dagje van maken. Klinkt perfect. Ik breng wat sandwiches en trailmix mee. Ik zorg ervoor dat ik voldoende water en zonnebrandcrème meeneem. Veiligheid voorop. Het is belangrijk om gehydrateerd en beschermd te blijven. Absoluut. We zullen een fantastische tijd hebben. Daar ben ik zeker van. Ik twijfel er niet aan. Jouw bedrijf maakt alles altijd beter. Bedankt, Anna. Het gevoel is wederzijds. Dus. Hoe laat moeten we elkaar ontmoeten voor de wandeling? Laten we mikken op 9 uur. Op die manier kunnen we de hitte vermijden. Klinkt als een plan. Ik ben er op tijd. Geweldig, ik kijk echt uit naar dit avontuur met jou. Tot zaterdag, Anna. Nog een fijne rest van de week. Tot zaterdag, John. Wees voorzichtig en tot snel. Hé hey Anna, hoe gaat het met je vandaag? Ik maak het goed, bedankt. En jij, John. Ik voel me een beetje gestrest. Om eerlijk te zijn, het werk is de laatste tijd verlijzend. Ik begrijp het. Het is belangrijk om pauzes te nemen en te ontspannen. Wat dacht je van een filmavond? Dat klinkt als precies wat ik nodig heb. Eventuele filmsuggesties. Wat dacht je van een klassieke romantische komedie zoals When Harry Met Sally? Dat is een geweldige keuze. Ik heb gehoord dat het een tijdloze film is. Het is absoluut een veelgroot film. We kunnen ook pizza bestellen. Perfect. Ik pak wat dekens en zet een gezellige filmhoek op. Klinkt geweldig. Ik neem wat popcorn mee voor de perfecte filmsnack. Ik kan niet wachten op een ontspannen avond met jou, Anna. Ik ook niet, John. Het is altijd leuk om samen tot rust te komen. Je hebt een manier om alles beter te maken, Anna. Bedankt, John. Dat betekent veel voor me. Tot vanavond, Anna. Ik kijk uit naar onze filmavond. Tot vanavond, John. Het wordt een geweldige avond. Hé hey Anna, hoe gaat het met je dag? Het was een beetje hectisch, maar het lukt me wel. Hoe zit het met jou? Ik voel me ook een beetje overweldigd. Het werk stapelt zich op. Ik begrijp het. Soms kan een pauze helpen om je hoofd leeg te maken. Je hebt gelijk, wat stel je voor dat we doen om te ontspannen? Wat dacht je ervan om dit weekend een fietstocht te maken? Dat klinkt als een geweldig idee. Het zou leuk zijn om wat frisse lucht op te snuiven. We kunnen een nabijgelegen pad verkennen en genieten van het landschap. Ik stof mijn fiets af en zorg ervoor dat hij in goede staat is. Perfect. Ik zal hetzelfde doen. We kunnen ook een picknick meenemen. Dat klinkt heerlijk. Ik zal wat broodjes en fruit klaarmaken. Ik breng een deken en wat verfrissende drankjes mee. Het wordt een verjongende dag, ik voel het nu al. Daar ben ik het mee eens. Tijd buiten doorbrengen geeft me altijd een goed humeur. Laten we ernaar streven om elkaar rond 10 uur bij de trailhead te ontmoeten. Klinkt als een plan. Ik ben er op tijd. Ik kijk uit naar onze fietstocht. Anna, het wordt geweldig. Zo ook, John. Het wordt een geweldig avontuur. Tot zaterdag. Tot zaterdag, Anna. Wees voorzichtig en tot snel. Tot ziens, John. Blijf veilig en tot zaterdag. Hé hey Anna, hoe was jouw dag? Het was best goed. Hoe zit het met de jouwe, John? Het is nogal veel bewogen geweest. Ik heb opwindend nieuws om te delen. Oh, ik ben geïntrigeerd. Wat is het nieuws? Ik heb twee kaartjes voor een live concert volgende maand. Wil je met me meegaan? Wauw, dat klinkt geweldig. Ik ga graag met je mee, John. Geweldig. Het is een band waar we allebei van genieten. En ik dacht dat het een leuke ervaring zou zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Live muziek zorgt altijd voor een magische sfeer. Ik ben blij dat je enthousiast bent. Het wordt een avond om nooit te vergeten. Zeker. Ik zorg ervoor dat ik de datum in mijn agenda noteer. Het concert is op een zaterdagavond. We kunnen voor de show gaan eten. Klinkt als een plan. Ik vind wel een leuk restaurant in de buurt. Perfect. Het wordt een complete avond met lekker eten en geweldige muziek. Ik kan niet wachten, John. Bedankt dat je me hebt uitgenodigd. Het plezier is helemaal aan mij, Anna. Ik vind het geweldig om deze ervaring met je te delen. Tot ziens op het concert, John. Het wordt een onvergetelijke avond. Tot ziens, Anna. Bereid je voor op een geweldige avond. Tot ziens, John. Wees voorzichtig en tot ziens bij het concert. Hi hey Anna. Hoe gaat het met je vandaag? Ik maak het goed, bedankt. En jij, John? Ik voel me een beetje onrustig. Om eerlijk te zijn, ik heb te lang binnen opgesloten gezeten. Ik begrijp het volledig. Wat dacht je ervan om een dagtrip naar het platteland te plannen? Dat klinkt als een fantastisch idee. Een andere omgeving zou wonderen doen. We kunnen enkele pittoreske dorpjes verkennen en genieten van de rust van de natuur. Reken maar op me. Ik pak een picknickmand met heerlijke lekkernijen. Ik neem een kaart mee en onderzoek enkele schilderachtige plekken die we kunnen bezoeken. Het wordt een verfrissende onderbreking van de stadsdrukte. Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we er een onvergetelijke dag van maken. We kunnen vroeg in de ochtend vertrekken om het meeste uit de dag te halen. Klinkt als een plan. Ik kijk uit naar ons avontuur op het platteland. Ik ook, Anna. Jouw bedrijf maakt elke reis altijd leuker. Bedankt, John. Het gevoel is wederzijds. Ik zie je voor dag en dauw. Anna, het wordt een fantastische dag. Tot dan, John. Slaap lekker en tot snel. Hey Anna, hoe gaat het met je dag? Het was een beetje hectisch, maar het lukt me wel. Hoe zit het met jou? Ik voel me ook een beetje gestrest. Ik denk dat we allebei een pauze nodig hebben. Je hebt gelijk wat als we een spaardag plannen om te ontspannen en tot rust te komen. Dat klinkt als een perfect idee. Ik kan wel wat verwennerij gebruiken. We kunnen massages, gezichtsbehandelingen en misschien zelfs een rustgevend bad boeken. Dat klinkt hemels. Laten we een spa zoeken die deze diensten aanbiedt. Ik zal wat onderzoek doen en de beste spa in de stad vinden. Geweldig! We kunnen ook genieten van gezonde snacks en kruidenthee. Ik zorg ervoor dat ik een tas met comfortabele kleding en slippers meeneem. Het wordt een dag van pure ontspanning en verjonging. Ik kan niet wachten. Als ik een dag in de spa doorbreng, voel ik me altijd verfrist. Jouw bedrijf maakt alles beter. Anna, ik ben dankbaar voor onze vriendschap. Bedankt, John. Ik voel hetzelfde voor jou. Tot ziens in de Spa, Anna. Het wordt een zalige dag. Tot ziens, John. Maak je klaar om te ontspannen en te ontstressen. Tot ziens, Anna. Wees voorzichtig en tot ziens in de Spa. Tot ziens, John. Wees voorzichtig en tot snel. Hé hey Anna, hoe was jouw dag? Het is behoorlijk productief geweest, John. Hoe zit het met de jouwe? Het was druk, maar ik ben blij dat we eindelijk wat vrije tijd hebben. Akkoord. Dus ik was aan het denken. Wat dacht je ervan om die nieuwe escape room in de stad uit te proberen? Oh, dat klinkt heel leuk. Ik heb altijd al een escape room willen proberen. Het zou uitdagend maar opwindend moeten zijn. Ik denk dat we ervan zullen genieten. Reken maar op me. Puzzels oplossen en samenwerken klinkt als een geweldige manier om een middag door te brengen. Ik zal een reservering maken voor ons twee. Hoe laat zou het voor jou werken? Laten we in de late namiddag gaan, rond 16 uur. Op die manier kunnen we daarna gaan eten. Klinkt als een plan. Ik boek het slot voor ons om 16 uur. Ik kan niet wachten om onze probleemoplossende vaardigheden op de proef te stellen. Het wordt een avontuur, dat is zeker. We zullen een geweldig team vormen, Anna. Ik twijfel er niet aan dat we succesvol zullen ontsnappen. Bedankt, John. Ik ben verheugd om de uitdagingen samen met jou aan te gaan. Tot ziens in de Escape Room, Anna. Laten we wat mysteries ontrafelen. Tot ziens, John. Bereid je voor op een spannende ervaring. Tot ziens, Anna. Wees voorzichtig en tot ziens in de escape room. Tot ziens, John. Wees voorzichtig en tot snel. Hé hey Anna, hoe gaat het met je dag? Het is nogal druk geweest, maar het lukt me wel. Hoe zit het met jou, John? Ik voel me de laatste tijd een beetje somber. Ik kan wel een andere omgeving gebruiken. Ik begrijp het. Zullen we een weekendje weg naar het strand plannen? Dat klinkt als een geweldig idee. Het geluid van de oceaan brengt me altijd rust. We kunnen ontspannen aan de zandstranden, lange wandelingen maken en genieten van de zon. Reken maar op me. Ik zal wat strandlakens, zonnebrandcrème en een goed boek meenemen. Ik neem wat strandspelletjes en snacks mee om van te genieten. Het wordt een verkwikkende onderbreking van de dagelijkse routine. Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we een gezellig huisje aan het strand zoeken om in te verblijven. Dat klinkt perfect. Wakker worden met het geluid van de golven zal zo verfrissend zijn. Ik ga op zoek naar accommodatiemogelijkheden. We kunnen op vrijdagavond vertrekken. Ik kijk er nu al naar uit om het zand tussen mijn tenen te voelen. Jouw bedrijf maakt elke reis altijd nog memorabeler, John. Bedankt, Anna. Ik voel hetzelfde voor jou. Tot vrijdag, John. Bereid je voor op een ontspannen strandvakantie. Tot dan, Anna. Het wordt een fantastisch weekend. Tot ziens, John. Wees voorzichtig en tot vrijdag. Hi, hey Anna. Hoe was jouw dag? Het was nogal veel bewogen, John. Hoe zit het met de jouwe? Ik voel me de laatste tijd geïnspireerd. Ik denk dat het tijd is om onze gedeelde passie voor fotografie na te streven. Dat klinkt als een fantastisch idee. We kunnen samen een fotografie-excursie plannen. Ja. Laten we een pittoreske locatie kiezen waar we prachtige foto's kunnen maken. Wat dacht je ervan om de nabijgelegen botanische tuin te bezoeken? Het staat bekend om zijn prachtige flora. Dat is een geweldige suggestie. De tuin zal ons voldoende onderwerpen bieden om te fotograferen. We kunnen experimenteren met verschillende technieken en composities. Absoluut. Ik zorg ervoor dat ik mijn camera uitrusting en wat reservebatterijen meeneem. Ik zal een picknicklunch inpakken zodat we kunnen pauzeren en van het landschap kunnen genieten. Het wordt een dag vol creativiteit en ontdekkingstocht. Ik kan niet wachten om de wereld door onze lenzen te zien, John. Je artistieke blik maakt altijd indruk op me, Anna. Ik ben dankbaar dat ik deze passie met je kan delen. Bedankt, John. Ik voel hetzelfde voor jou. Tot ziens in de botanische tuin, Anna. Laten we een aantal fantastische foto's maken. Tot ziens, John. Maak je klaar om je creativiteit de vrije loop te laten. Tot ziens, Anna. Wees voorzichtig en tot snel. Tot ziens, John. Wees voorzichtig en tot ziens in de botanische tuin. Hoi hey Anna, hoe gaat het met je dag? Het is behoorlijk druk geweest, John. Hoe zit het met jou? Ik voel me de laatste tijd een beetje overweldigd. Ik denk dat we allebei even moeten ontsnappen aan de drukte. Ik ben het daar helemaal mee eens. Wat als we een wandeltocht naar de bergen plannen? Dat klinkt als een perfecte manier om op te laden. De frisse berglucht opsnuiven en omringd zijn door de natuur zal verjongend werken. We kunnen een schilderachtige route kiezen en onderweg genieten van de adembenemende uitzichten. Reken maar op me. Ik zal wat wandelbenodigdheden meenemen, zoals stevige laarzen, een rugzak en een camera om de schoonheid vast te leggen. Ik neem wat energieverhogende snacks mee en een kaart van de wandelpaden. Het wordt een dag vol avontuur en sereniteit. Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we een berghut zoeken om te overnachten. Dat klinkt gezellig. We kunnen sterren kijken en verhalen delen rond een kampvuur. Ik zal beginnen met het onderzoeken van de beste wandelpaden en beschikbare accommodaties. Ik kijk nu al uit naar de adembenemende uitzichten en het gevoel van voldoening. Jouw bedrijf maakt elke reis altijd leuker, John. Bedankt, Anna. Ik voel hetzelfde voor jou. Tot ziens op de Trailhead, John. Bereid je voor op een onvergetelijke wandelervaring. Tot ziens, Anna. Het wordt een geweldig avontuur. Tot ziens, John. Wees voorzichtig en tot ziens op de trailhead. Hi hey Anna. Hoe was jouw dag? Het was heel ontspannend, John. Hoe zit het met de jouwe? Ik voel me de laatste tijd een beetje geïnspireerd. Ik denk dat het tijd is om samen onze creatieve kant te verkennen. Dat klinkt als een geweldig idee. Wat heb je in gedachten? Zullen we ons inschrijven voor een kunstles? We kunnen samen verschillende kunstvormen leren en beoefenen. Dat is een fantastisch idee. We kunnen schilderen, pottenbakken of zelfs beeldhouwen proberen. Ja. Laten we een lokale kunststudio kiezen die lessen en workshops aanbiedt. Ik zal wat onderzoek doen en de perfecte plek vinden om onze creativiteit de vrije loop te laten. Het wordt een leuke en verrijkende ervaring. Daar ben ik het helemaal mee eens. We kunnen nieuwe technieken leren en onszelf uitdrukken door middel van kunst. Ik zorg ervoor dat ik mijn schetsboek en wat tekenmateriaal meeneem. Ik neem mijn camera mee om onze artistieke reis vast te leggen. Het wordt een dag vol inspiratie en zelfexpressie. Ik vind het geweldig om de wereld door de lens van een kunstenaar te zien, John. Je artistieke talent maakt altijd indruk op me, Anna. Ik ben dankbaar om deze ervaring met je te delen. Bedankt, John. Ik voel hetzelfde voor jou. Tot ziens in de kunstatelier, Anna. Laten we onze creativiteit de vrije loop laten. Tot ziens, John. Maak je klaar om je innerlijke artiest te omarmen. Tot ziens. Anna, wees voorzichtig en tot snel. Tot ziens, John. Wees voorzichtig en tot ziens in de kunstatelier. Hé hey Anna, hoe gaat het met je dag? Het was nogal veel bewogen, John. Hoe zit het met de jouwe? Ik voel me de laatste tijd een beetje nostalgisch. Ik denk dat we onze oude fotoalbums moeten doornemen en herinneringen moeten ophalen aan de goede tijden. Dat klinkt als een geweldig idee. We kunnen gaan zitten met wat thee en een trip down memory lane maken. Ik neem de fotoalbums mee van onze studententijd en onze leuke avonturen. Ik neem wat zakdoekjes mee voor het geval we sentimenteel worden. Het wordt een hartverwarmende reis, waarbij je al die speciale momenten opnieuw beleeft. Daar ben ik het helemaal mee eens. We kunnen lachen, huilen en verhalen delen over de herinneringen die op die foto's zijn vastgelegd. Ik ben dankbaar voor de herinneringen die we samen hebben gecreëerd. Anna, je bent een constante bron van vreugde geweest in mijn leven. Bedankt. John, op dezelfde manier ben je er altijd voor me geweest en ik koester onze vriendschap. Tot ziens bij mij thuis, Anna. Laten we samen de nostalgie induiken. Tot ziens, John. Maak je klaar voor een trip down memory line. Tot ziens, Anna. Wees voorzichtig en tot snel. Tot ziens, John. Wees voorzichtig en tot ziens bij jou thuis. Het is zo mooi weer vandaag. Ja, het is perfect voor een wandeling. Zullen we dan een stukje gaan wandelen? Dat klinkt heerlijk, laten we gaan. Hoe was jouw dag? Het was goed. Bedankt. Hoe zit het met de jouwe? Best goed, maar niet spannend. Soms is het fijn om een rustige dag te hebben. Daar ben ik het mee eens. Dus, wat doe je voor de lol? Ik hou van lezen en schilderen. Hoe zit het met jou? Ik hou van sporten en films kijken. Dat is geweldig. Wat is jouw favoriete sport? Ik speel graag basketbal. Het is zo leuk. Basketbal is ook spannend om naar te kijken. Zeker. Heb je een favoriete film? Het is moeilijk om er maar één te kiezen, maar ik hou van romantische comedies. Romantische comedies kunnen erg vermakelijk zijn. Ja, ze zijn luchtig en plezierig. Wat is trouwens je favoriete boek? Ik ben een grote fan van Pride and Prejudice van Jane Austen. Dat is een klassieker. Ik zou het eens moeten lezen. Het is zeker de moeite waard om te lezen. Heel romantisch. Ik zal het dan aan mijn leeslijst toevoegen. Bedankt. Je bent van harte welkom. Dus waar reis je graag naartoe? Ik hou ervan om nieuwe steden en hun culturen te ontdekken. Zijn er tot nu toe favoriete bestemmingen? Ik heb echt genoten van mijn reis naar Parijs vorig jaar. Parijs is prachtig, de Eiffeltoren is adembenemend. Het was geweldig om in levende lijven te zien, een waar icoon. Ik hoop ook ooit Parijs te bezoeken. Ik weet zeker dat je het geweldig zult vinden als je de kans krijgt. Bedankt, ik kijk er echt naar uit. Je bent van harte welkom. Dus, wat is je favoriete eten? Ik ben een fan van de Italiaanse keuken, vooral pasta. Pasta is heerlijk, zeker met een goede saus. Absoluut. Heb je een favoriet gerecht? Ik kan een goede cheeseburger nooit weerstaan. Haha, hamburgers zijn altijd een klassieke keuze. Ze zijn gewoon zo bevredigend, niet waar? Zeker. Dus, wat doe je voor je werk? Ik werk als software-engineer bij een techbedrijf. Dat klinkt interessant. Je moet slim zijn. Bedankt, maar het is gewoon een baan zoals elke andere. Nou, ik ben onder de indruk. Ik ben zelf een leraar. Leraren spelen een cruciale rol bij het vormgeven van levens. Het is lonend om te zien hoeveel vooruitgang studenten boeken. Ik kan het me voorstellen. Onderwijs is zo belangrijk. Ja, dat is het echt. Dus, wat zijn je hobby's? Naast sport speel ik graag gitaar. Dat is cool. Kun je alle nummers spelen? Ik kan wel een paar akkoorden tokkelen, maar niets bijzonders. Ik zou je graag eens horen spelen. Ik zorg ervoor dat ik de volgende keer mijn gitaar meeneem. Ik kijk er naar uit, dat zou heerlijk zijn. Ik ook. Dus, wat is je favoriete seizoen? Ik hou van het herfstseizoen. Met al die kleurrijke bladeren. De herfst is prachtig en het weer is precies goed. Perfect voor comfortabele truien en warme chocolademelk. Akkoord, het is ook een geweldige tijd om buiten te zijn. Zeker, we moeten een herfstuitstapje plannen. Dat klinkt als een geweldig idee. Reken maar op mij. Geweldig, ik ben nu al enthousiast. Ik ook. Dus, heb je huisdieren? Ja, ik heb een schattige kleine hond genaamd Max. Honden zijn de beste metgezellen, niet waar? Dat zijn ze echt. Max brengt zoveel vreugde in mijn leven. Ik heb een kat genaamd Whiskers. Ze is schattig. Katten zijn ook mooi. Ze zijn zo onafhankelijk. Ja, ze hebben een unieke eigen charme. Absoluut. Dus, wat is je favoriete kleur? Ik hou van blauw, het is zo rustgevend en sereen. Blauw is een geweldige kleur, heel rustgevend inderdaad. Hoe zit het met jou? Heb je een favoriete kleur? Ik ben dol op groen, het doet me denken aan de natuur. Groen is verfrissend, net als een verademing precies het geeft een gevoel van rust daar ben ik het helemaal mee eens vertel me eens over je familie ik heb een jongere zus en liefhebbende ouders dat is leuk familie is zo belangrijk niet waar absoluut ze zijn er altijd voor ondersteuning ik denk ook zo over mijn familie. Het is geweldig om een sterk ondersteuningssysteem te hebben. Het is inderdaad een zegen. Dus, wat zijn je toekomstige doelen? Ik streef ernaar mijn carrière in het onderwijs voort te zetten. Dat is bewonderenswaardig. Het maakt een verschil in het leven van studenten. Bedankt, het is een bevredigend pad voor mij. Ik weet zeker dat je geweldige dingen zult bereiken in je vakgebied. Ik hoop het. En hoe zit het met jou? Heb je nog doelen? Ik wil blijven groeien als software-engineer. Dat is geweldig. De technische industrie evolueert altijd. Ja, er is altijd iets nieuws te leren. Continu leren is de sleutel tot succes. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus, wat is je favoriete hobby? In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tuinieren. Tuinieren kan zo therapeutisch zijn, niet waar? Absoluut, dicht bij de natuur zijn is verjongend. Het klinkt als een geweldige manier om tot rust te komen. Dat is het echt. Dus, wat waardeer je het meest in een persoon? Ik waardeer eerlijkheid en vriendelijkheid boven alles. Dat zijn essentiële eigenschappen voor een goed mens. Ik geloof dat ze de basis vormen van zinvolle relaties. Ik ben het daar helemaal mee eens. Vertrouwen en mededogen zijn belangrijk. Dat doen ze zeker. Dus hou je van dansen? Ja, ik hou van dansen. Het is een geweldige manier om mezelf uit te drukken. Dat is fantastisch. Wat voor soort dans vind je leuk? Ik hou van verschillende stijlen, zoals salsa en hedendaags. Dat is indrukwekkend. Dansen vereist vaardigheid en elegantie. Bedankt. Het is een vorm van kunst waar ik echt van geniet. Ik zou je graag in zien dansen. Het moet prachtig zijn. Ik laat het je graag een keer zien, het is een date. Daar hou ik je aan vast, ik kijk er naar uit. Ik ook. Dus, wat is je favoriete soort muziek? Ik geniet van een breed scala aan genres, van pop tot rock. Muziek heeft een manier om onze ziel te raken, niet waar? Absoluut, het kan als geen ander emoties oproepen. Dat is de kracht van muziek. Het is echt magisch. Dat is het zeker. Dus, hoe breng je je weekenden door? Ik hou ervan om leuke activiteiten bij te praten en te ontspannen. Weekends zijn bedoeld voor verjonging, daar ben ik het mee eens. Het is belangrijk om een balans in het leven te vinden. Niet waar? Zeker. Tijd nemen voor onszelf is cruciaal. Zelfzorg is essentieel voor ons welzijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus, wat is je favoriete seizoen om te reizen? Ik reis graag in de lente. De lente is prachtig, met bloeiende bloemen en zacht weer. Het is een tijd van vernieuwing en een nieuw begin. Absoluut een perfect moment om nieuwe plekken te ontdekken. Reizen verbreedt onze horizon, niet waar? Het opent onze geest voor verschillende culturen en perspectieven. Dat is het mooie ervan, nieuwe dingen ervaren. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus, wat is je favoriete toetje? Ik heb een zwak voor chocoladetaart. Chocoladetaart is onweerstaanbaar, een ware verwennerij. Het is een tractatie die mijn smaakpapillen puur plezier bezorgt. Ik voel hetzelfde. Het is een heerlijk genoegen. Het leven is inderdaad te kort om het toetje over te slaan, toch? Absoluut. We moeten genieten van de mooie momenten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus, wat is je favoriete feestdag? Kerstmis is mijn favoriete feestdag van het jaar. Kerstmis is magisch, de vreugde en de feeststemming. Het is een tijd voor familie, liefde en geven. Dat maakt het zo bijzonder, de warmte die het met zich meebrengt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus vind je het leuk om te koken? Ja, ik vind koken therapeutisch en creatief. Dat is geweldig om heerlijke maaltijden te kunnen maken. Het is bevredigend om te zien dat anderen genieten van wat ik heb voorbereid. Het delen van een maaltijd brengt mensen samen. Niet waar? Zeker, eten heeft een manier om verbindingen te bevorderen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus, wat is je favoriete seizoen voor mode? Ik ben dol op de modetrends van het herfstseizoen. Herfstmode is gezellig en stijlvol, niet waar? Ja, ik ben dol op laagjes dragen en warme kleuren dragen. Het is een geweldige kans om je persoonlijke stijl te laten zien. Mode stelt ons in staat om onszelf te uiten, wat leuk is. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus, wat is je favoriete soort oefening? Ik beoefen graag yoga vanwege de fysieke en mentale voordelen ervan. Yoga is een holistische benadering van fitness, niet waar? Ja, het helpt me om balans en innerlijke rust te vinden, dat is fantastisch. Ik heb goede dingen gehoord over yoga. Het is de moeite waard om het eens te proberen. Misschien vind je het leuk. Ik zal het zeker overwegen. Bedankt voor de suggestie. Je bent van harte welkom. Dus, wat is je favoriete TV-programma? Ik ben een fan van Game of Thrones. Het verhaal is episch. Game of Thrones is een populaire show vol wendingen. Het hield me de hele tijd op het puntje van mijn stoel. Dat is het kenmerk van een goed gemaakte serie. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus hou je van wandelen? Ja, wandelen stelt me in staat contact te maken met de natuur. Het is een geweldige manier om actief te blijven en van het buitenleven te genieten. Absoluut. De uitzichten vanaf de top zijn adembenemend. Ik vind het verfrissend om midden in de natuur te zijn. Het is een rustige ontsnapping aan de drukte. Dat is waar. Dus, wat is je favoriete soort kunst? Ik waardeer verschillende vormen van kunst, maar ik voel me aangetrokken tot schilderijen. Schilderijen hebben een manier om emoties vast te leggen, niet waar? Ja, ze kunnen krachtige gevoelens oproepen bij de kijker. Het is zo mooi weer vandaag. Het is echt prachtig buiten. Perfect voor een picknick. Vind je niet? Ik hou van picknicken. Waar moeten we heen? Wat dacht je van het park aan het meer? Klinkt als een geweldig idee. Moeten we broodjes meenemen of iets anders? Broodjes klinken heerlijk en makkelijk in te pakken. Dan maak ik sandwiches met ham en kaas. Geweldig. Ik neem wat fruit mee als toetje. Wat is je favoriete fruit? Ik hou echt van aardbeien en watermeloen. Klinkt verfrissend. Ik neem ook wat koude dranken mee. Limonade zou perfect zijn voor een picknick. Dan zorg ik ervoor dat ik limonade meeneem. Hoe laat moeten we elkaar ontmoeten in het park? Laten we elkaar om twaalf uur ontmoeten, is dat goed? Twaalf uur werkt voor mij. Tot dan. Tot ziens in het park. Ik kijk er naar uit. Ik ook. Nog een fijne ochtend tot dan. Hé hey Anna, heb je een goede morgen gehad? Ja, het was behoorlijk productief. Hoe zit het met jou? Ik had een drukke ochtend op het werk, maar over het algemeen ging het goed. Dat is goed om te horen. Dus, hoe was je weekend? Het was fantastisch. Ik ging wandelen in de bergen. Oh, ik hou van wandelen. Welke route heb je genomen? Ik heb een nieuw pad verkend, genaamd Pine Ridge Trail. De uitzichten waren adembenemend. Ik moet het eens proberen. Heb je interessante dieren in het wild? Ik zag een hertenfamilie grazen op een open plek. Het was magisch. Wauw, dat klinkt geweldig. Ik ben blij dat je een geweldige tijd hebt gehad. Bedankt. Hoe zit het met jou? Hoe was jouw weekend? Het was ontspannend. Ik heb tijd besteed aan het lezen van mijn favoriete boek. Welk boek ben je momenteel aan het lezen? Het heet De Alchemist van Paolo Quallo. Het is heel inspirerend. Ik heb geweldige dingen over dat boek gehoord. Ik zou het eens moeten lezen. Zeker. Het is een prachtig verhaal met zinvolle lessen. Ik zal het aan mijn leeslijst toevoegen. Bedankt voor de aanbeveling. Je bent van harte welkom. Dus, heb je plannen voor het komende weekend? Ik denk erover om met een paar vrienden naar een concert te gaan. Hoe zit het met jou? Misschien bezoek ik een kunsttentoonstelling in het centrum. Ik vind het leuk om verschillende vormen van kunst te ontdekken. Dat klinkt fascinerend. Kunst kan zo inspirerend en tot nadenken stemmend zijn. Absoluut. Het is een geweldige manier om jezelf te uiten en creativiteit te waarderen. Daar ben ik het helemaal mee eens. We zouden eens samen naar een kunstgalerie moeten gaan. Dat zou heerlijk zijn. Ik deel die ervaring graag met je. Geweldig. Laten we het dan plannen voor volgend weekend. Klinkt als een plan. Ik kijk er naar uit. Ik ook. Het is altijd leuk om samen met jou nieuwe dingen te ontdekken. Zo ook, John. We vormen een geweldig team. Ik ben blij dat je dat denkt. Je brengt zoveel vreugde in mijn leven. En jij brengt geluk in de mijne. Ik ben je dankbaar. Zo ook, Anna. Je betekent veel voor me. Dat is zo lief. Je maakt me aan het blozen. Nou, het is de waarheid. Je bent in elk opzicht geweldig. Bedankt, John. Je bent zelf ook behoorlijk geweldig. Zullen we dit gesprek voortzetten tijdens het diner vanavond? Dat zou ik graag willen. Het diner klinkt perfect. Tot vanavond. Tot vanavond, Anna. Kan niet wachten om je mooie glimlach te zien. Je weet altijd hoe je me moet laten blozen. Tot snel, John. Hi hey Anna, hoe was jouw dag vandaag? Het was een beetje hectisch, maar het is me gelukt. Hoe zit het met de jouwe? Het was ook druk, maar ik ben blij dat het eindelijk weekend is. Ik ook. Ik kan wel wat ontspanning gebruiken. Heb je plannen? Ik was van plan om morgen naar het strand te gaan. Wil je meedoen? Dat klinkt geweldig. Ik breng graag tijd door aan zee. Geweldig. We kunnen picknicken en een lange wandeling maken langs de kust. Reken maar op me. Ik breng wat snacks en zonnebrandcrème mee. Perfect. Ik neem een parasol en wat strandlakens mee. Het wordt zo leuk. Ik kan niet wachten. Ik ook niet. Ik geniet altijd van onze tijd samen. Zo ook, John. Je maakt alles nog specialer. Je bent te aardig, Anna. Je haalt het beste in mij naar boven. En je haalt ook het beste in mij naar boven, John. Zullen we elkaar rond 11 uur ochtends op het strand ontmoeten? Klinkt als een plan. Ik ben er precies op tijd. Uitstekend. Het wordt zeker een memorabele dag. Ik twijfel er niet aan. Tot morgen, John. Tot morgen, Anna. Zorg voor een goede nachtrust. Jij ook, John. Fijne dromen en tot snel. Hé hey Anna, hoe is je week tot nu toe verlopen? Het is nogal druk geweest, maar het lukt me wel. Hoe zit het met jou? Ik heb ook veel op mijn bord gehad, maar ik blijf erbij. Dat is goed om te horen. Dus heb je gehoord over het nieuwe restaurant in de stad? Nee, heb ik niet. Hoe heet dat? Het heet Culinary Delights. Ik heb er goede recensies over gehoord. Dat klinkt intrigerend. Misschien moeten we het eens proberen. Ik wilde net hetzelfde voorstellen. Laten we deze vrijdag gaan. Perfect. Ik zal een reservering voor ons maken. Hoe laat werkt voor jou? Rond 19 uur zou ideaal zijn. Werkt dat voor jou? Absoluut. Ik boek de tafel voor 2 om 19 uur. Kan niet wachten. Ik ook niet. Het zal voor ons allebei een leuke afwisseling zijn. Ik kijk er naar uit om hun kenmerkende gerechten te proberen. Hier ook. Ik heb gehoord dat hun desserts uitzonderlijk zijn. We zullen dan zeker ruimte moeten vrijmaken voor het toetje. Akkoord. Ik ben een zoete kou, dus ik ben er enthousiast over. Dan is het geregeld. Vrijdagavond om 19 uur is het zover. Klinkt als een plan. Ik kijk er nu al naar uit. Ik ook, Anna. Het wordt een heerlijke avond met jou. Zo ook, John. Je maakt alles altijd leuker. Bedankt, Anna. Ik voel hetzelfde voor jou. Tot vrijdag. John. Nog een fijne rest van de week. Tot vrijdag, Anna. Wees voorzichtig en tot snel. Tot ziens, John. Wees voorzichtig en tot vrijdagavond. Hi hey Anna. Hoe was jouw dag vandaag? Het was een beetje uitdagend, maar het is me gelukt. Hoe zit het met de jouwe? Het was goed, niet zo spannend, maar ik mag niet klagen. Ik begrijp het. Soms kan een rustige dag ook leuk zijn. Zeker, dus ik was aan het denken: wil je dit weekend gaan wandelen? Dat klinkt als een geweldig idee. Ik breng graag tijd door in de natuur. Geweldig. Er is een prachtig pad dat ik altijd al wilde verkennen. Ik ben altijd in voor een avontuur. Welke route is het? Het heet Sunrise Peak Trail. Het staat bekend om zijn adembenemende uitzichten. Dat klinkt geweldig. Ik kan niet wachten om het zelf te zien. We kunnen wat snacks inpakken en er een dagje van maken. Klinkt perfect. Ik breng wat sandwiches en trailmix mee. Ik zorg ervoor dat ik voldoende water en zonnebrandcrème meeneem. Veiligheid voorop. Het is belangrijk om gehydrateerd en beschermd te blijven. Absoluut. We zullen een fantastische tijd hebben. Daar ben ik zeker van. Ik twijfel er niet aan. Jouw bedrijf maakt alles altijd beter. Bedankt, Anna. Het gevoel is wederzijds. Dus. Hoe laat moeten we elkaar ontmoeten voor de wandeling? Laten we mikken op 9 uur. Op die manier kunnen we de hitte vermijden. Klinkt als een plan. Ik ben er op tijd. Geweldig. Ik kijk echt uit naar dit avontuur met jou. Zo ook, John. Het wordt een onvergetelijke ervaring. Tot zaterdag, Anna. Nog een fijne rest van de week. Tot zaterdag, John. Wees voorzichtig en tot snel. Hé hey Anna, hoe gaat het met je vandaag? Ik maak het goed, bedankt. En jij, John. Ik voel me een beetje gestrest om eerlijk te zijn. Het werk is de laatste tijd verlijzend. Ik begrijp het. Het is belangrijk om pauzes te nemen en te ontspannen. Wat dacht je van een filmavond?